Op maandag 21 januari aanstaande vindt er boven Nederland weer een totale maansverduistering plaats. Maansverduistering behoort tot een van de meest spectaculaire hemelsverschijnselen die vanaf de aarde zichtbaar zijn. En we zijn tegenwoordig natuurlijk best wel verwend, want we hebben een kort tijdbestek maar liefst 2 maansverduisteringen mogen meemaken. Namelijk de maansverduistering ook van 27 juli 2018. En die maansverduistering van 2018 was een hele spectaculaire maansverduistering. Want met 6 uur en 22 minuten was het de langste verduistering van deze hele eeuw. Voordat ik verder ga, wil ik daar nog heel eventjes op terugkomen. Het was namelijk een heel spectaculaire verduistering die ook heel erg veel media-aandacht had gekregen. En mede daardoor zorgde dat ervoor dat de Sterrenwacht door heel veel mensen werd bezocht deze avond. De mensen kwamen allemaal massaal naar de Sterrenwacht en naar de Brunsumer Heide toe om met eigen ogen naar de verduistering te kijken. Op de Brunsumer Heide hebben zo'n 1500 mensen mogen tellen en in de Sterrenwacht zelf zo'n 620 mensen. En het was eventjes wachten geblazen, maar dan rond 1 uur of 10 s'avonds kwam de maan langzaam en zeker in het oosten helemaal verduisterd op. Bij maanopkomst was de verduistering al gaande, de maan was totaal verduisterd. En nadat de maan op was, konden de mensen nog circa 1 uur van deze verduistering genieten, voordat de maan langzaam maar zeker weer tevoorschijn kwam. Voordat we verder gaan naar de huidige maansverduistering wil ik graag ook nog even terugkomen op hoe een maansverduistering eigenlijk ontstaat. En om dat beter uit te leggen gaan we eventjes kijken naar deze animatie. Op deze animatie zien we de maan rond de aarde draaien zoals zich dat in het echt ook gebeurt. Ik heb de maan wat dichter bij de aarde gezet zodat het wat begrijpelijker en makkelijker uitziet. Nou, de maan draait om de aarde ongeveer 1 keer per 28 dagen. En net zoals hier op aarde heb je natuurlijk in de ruimte ook dat objecten die aangeschenen worden door een lichtbron, die werpen ook een schaduw. In dit geval wordt de aarde aangeschenen door de zon en de maan wordt ook aangeschenen door de zon. En daardoor kunnen we vanaf de aarde normaal gesproken de maan ook goed zien. Alleen alles wat wordt aangeschenen in de ruimte heeft ook een schaduw. En als een object in de schaduw van een ander object terechtkomt, dan ontvangt dat object geen zonlicht meer en dan raakt dat object verduisterd. En dat is eigenlijk ook wat gebeurt bij maansverduistering. De maansverduistering komt in de schaduw van de aarde terecht. En als dat gebeurt, dan is deze maan geheel verduisterd. En kunnen we hem dus in dit geval, in het geval van de maan, minder goed zien. Om het een beetje vanaf een ander perspectief te gaan bekijken, kunnen we ook zeggen dat de maan, de zon en de aarde in één lijn staan. Waarbij de aarde het zonlicht blokkeert, waardoor de maan dus geen zonlicht meer ontvangt. Misschien voor de goede oplettende lezer, die denkt misschien van, of de kijker moet ik eigenlijk in dit geval zeggen, die denkt misschien van, ja, als dat zo is, waarom hebben we dan niet iedere maand een maansverduistering? Nou, het baanvlak van de maan staat een beetje gekanteld ten opzichte van het baanvlak van de aarde. En dat zorgt ervoor dat de maan niet altijd in de schaduw van de aarde terechtkomt, waardoor de maan dus niet altijd verduisterd wordt. Nou, om dat duidelijker zichtbaar te maken, ga ik in dit tekeningetje wat kleuren inbrengen. En dan zien we hier inderdaad het gele, wat het zonlicht is. En dan zien we het donkergrijze en het lichtgrijze. Dat is het schaduw van de aarde. En als de maan erin terechtkomt, raakt deze verduisterd. En dat is een heel aparte schaduw, niet zomaar een schaduw. De schaduw bestaat uit 2 delen. Wij noemen dat de bijschaduw en de kernschaduw, oftewel ook de slagschaduw genoemd. En dat is vrij normaal bij objecten, vooral rond objecten die aangeschenen worden. Die gooien dan vaak 2 schaduwen, of veroorzaken eigenlijk 2 schaduwen. Om dat wat duidelijker te maken hier op aarde, hebben we een klein experimentje gedaan vanmiddag, wat we hier zien. We pakken een lamp, we houden daar een balletje voor de lamp en we zien dan dat op de witte achtergrond, dat het balletje op de witte achtergrond een schaduw werpt dat uit 2 delen bestaat. Een heel donker gedeelte, de volledige schaduw, en dan een lichter gedeelte daaromheen. De zogenaamde bijschaduw, die nu door een groene pijl is aangewezen, en de hoofdschaduw in het midden. Nou, dat geldt voor de maan ook. De maan komt ook in de bijschaduw en in de hoofdschaduw van de aarde terecht. En als we dan weer terug naar de tekening gaan, dan zien we dat hier inderdaad ook. We zien hier de bijschaduw, waar de maan als eerste in terechtkomt. En als dat gebeurd is, dan zien we inderdaad dat de maan een beetje verduisterd wordt, maar niet heel erg. Je moet toch wel een beetje goed gaan kijken. Maar je ziet bijvoorbeeld op deze tekening dat de maan aan de bovenkant iets donkerder is aan de onderkant. Het is dus een hele zwakke schaduw eigenlijk. En dat gaat zo verder totdat de maan zich doorbeweegt in de kernschaduw of naar de kernschaduw toe.
En als dat gebeurt, dan kunnen we pas duidelijk zien dat de maan flink verduisterd wordt. En dat zien we dan bijvoorbeeld op deze prachtige foto waar de maan vanuit de bovenkant of vanaf de bovenkant volledig verduisterd wordt. Als de maan dan doorvliegt en uiteindelijk geheel in de slagschaduw zit, in de kernschaduw zit, dan pas spreken wij van een totale maansverduistering. En als dat gebeurt, dan krijgen we deze hele mooie plaatjes te zien. De maan is op dit plaatje geheel verduisterd. Misschien vraagt u zich nu af, ja, maar verduisterd betekent toch dat die dan niet zichtbaar zou zijn? Dat klopt inderdaad. De maan is echter toch altijd zichtbaar. De maan zal een hele mooie rode kleur aannemen. En ja, waardoor zou dat eigenlijk komen? Nou, om dat beter uit te leggen gaan we even naar deze aparte animatie kijken. Deze animatie is een animatie genomen vanaf de maan die u onder in beeld ziet. In het midden ziet u de felle zon en rechtsboven van de zon ziet u de aarde aankomen. En wat natuurlijk eigenlijk bij een verduistering gebeurt, is dat de aarde tussen de maan en de zon gaat staan. En dat zien we hier ook gebeuren. En als dat eenmaal gebeurt, ontvangt de maan vrijwel geen licht meer. Laat ik de animatie eventjes stilzetten. En laten we dan eens eventjes kijken naar een heel speciaal fenomeen. Als u goed naar de aarde kijkt, dan ziet u de nachtverlichting op de aarde. Maar u ziet ook een hele dunne ring om die aarde heen. En ik heb hem eventjes met een pijltje aangewezen. En deze ring is eigenlijk datgene of dat licht wat via de atmosfeer toch nog de maan bereikt. Wat namelijk gebeurt is dat het zonlicht wordt geblokkeerd door de aarde. Maar de atmosfeer zorgt ervoor dat een deel van het licht toch nog een beetje gebroken wordt. En toch nog om die aarde heen gebogen wordt. En dan toch nog een beetje die maan zal bereiken. Nu is het zo dat het rode licht meer afgebogen wordt dan bijvoorbeeld al die andere kleuren. Dus dat wil zeggen dat alleen het rode licht de maan nog voor een deel kan bereiken. En dat zorgt ervoor dat inderdaad die maan zo heel erg mooi rood gaat kleuren. Goed, dat tot het ontstaan van een maansverduistering. En als we eventjes gaan kijken hoe de maansverduistering er van 21 januari gaat uitzien, dan zien we hier een aantal tijden. Wat is eigenlijk belangrijk? De maansverduistering begint officieel om 3:55 en dan vindt de intreding plaats in de zogenaamde bijschaduw. Dus die hele zachte schaduw die u net ook zag. Als die maan daarin gaat, dan zult u zien als u goed kijkt dat die maan een beetje begint te verduisteren. Maar eerlijk gezegd valt het qua spectaculariteit nog wel een beetje tegen. Het begint pas echt leuk te worden als de maan dus de kernschaduw ingaat. Dat is dus rond 4:30 in de ochtend. Dan zult u zien dat de maan aan één kant verduisterd wordt en die verduistering wordt steeds groter, totdat die maan inderdaad geheel verduisterd is. En het spannendste is dan natuurlijk het begin van de totaliteit om 5:40 en die houdt dan ongeveer 1 uur, duurt die ongeveer tot 6:45 en dan wordt de maan weer langzaam zichtbaar. Nou, om dat eventjes te visualiseren, zien we hier een animatie van Stellarium en zien we inderdaad de maansverduistering van 21 januari. Het wordt langzaam donker aan één kant. En dan op een gegeven moment ziet u dat het flink donker wordt aan één kant en dat de maan dan vroeg of laat helemaal verduisterd is. En dan tegen 7:30, 8:00 trekt de verduistering weer weg en is de maan weer helemaal zichtbaar. Nou, bij de sterrenwacht gaan we natuurlijk ook naar de maansverduistering kijken. De sterrenwacht zelf heeft geen nachtprogramma tijdens de verduistering. Dat heeft er vooral mee te maken dat we eigenlijk vooral natuurlijk naar buiten na de verduistering willen kijken. En het heeft er ook mee te maken dat we een heel beperkt aantal beschikbare vrijwilligers hebben. Omdat heel veel van onze vrijwilligers van maandag tot en met vrijdag gewoon werken. En inderdaad dan niet op zondag of maandagochtend in dit geval naar de maansverduistering op de sterrenwacht kunnen kijken. Dus wat we wel doen, we gaan wel met een paar hobbyisten en telescopen buiten staan. En gaan we met z'n allen naar de verduistering kijken. Wilt u zelf gaan kijken? U bent natuurlijk van harte welkom om ons te bezoeken bij de sterrenwacht. Zegt u van, nou ja, dat gaat me wat te ver. Ik ga hem wel vanuit thuis bekijken, vanuit mijn slaapkamer. Dat gaat natuurlijk ook. Kijkt u dan richting het westen. De maan staat tijdens de verduistering in het westen. En zorgt ervoor dat er niet te veel obstakels in het westen zichtbaar zijn. Want de maan komt op een gegeven moment vrij laag te staan. Zoals ik gezegd, de sterrenwacht is van 4:30 tot 7:00 geopend. En u bent natuurlijk van harte welkom om bij de hobbyisten door de verrekijker of telescoop te kijken. Dan moet ik wel eventjes een hele grote kanttekening bijzetten. Wij zijn alleen aanwezig als de weersvoorspellingen positief zijn. Dus als de voorspellingen aangeven dat het bewolkt is die nacht, dan zullen we niet naar de sterrenwacht gaan.
Want ja, dan heeft het natuurlijk ook weinig zin, dan is deze verduistering helaas niet te zien. Nou, ik dank u voor het kijken van dit mooie filmpje, of na dit mooie filmpje. En ik wens u natuurlijk heel veel kijkplezier toe. Mocht u vragen hebben of opmerkingen hebben, plaats ze onder deze video. Stuur ons een e-mail naar info@sterrenwacht.nl of stuur ons simpelweg een privéberichtje op Facebook, Instagram of via het contactformulier van onze website. Mocht u ooit interesse hebben om de Sterrenwacht te bezoeken, dat gaat uiteraard iedere vrijdagavond van 7:30 tot 11:00. De entree bedraagt 4 euro per persoon voor iedereen van 6 jaar en ouder. En wij ontvangen tegenwoordig graag ook scholen. Mocht u meer informatie daarover willen hebben, stuurt ons eventjes een e-mailtje naar info@sterrenwacht.nl en dan komt dat helemaal goed. Nogmaals, veel kijkplezier en fijn weekend gewenst.